Voor sommige voorbijgangers is het vanmiddag misschien een beetje een raar gezicht. 600 uitgelaten boeren midden in Arnhem. Waarom niet in de Achterhoek? Nou ja, dit is mooi centraal in het land en ja, we hadden toch iets van water nodig. En bij ons in Hummelo is geen rivier. Jovink en de Voederbeatles ontstaan 20 jaar geleden als Hendrik Jan Jovink en Gijs Jolink met z'n tweeën muziek gaan maken. Eigenlijk ging het helemaal nergens over, maar we houden van feest vieren en dat deden we ook. En onze kameradengroep die volgde ons altijd. We traden op voor gratis bier voor onze vrienden en ja, zo is het eigenlijk ontstaan. De band zoekt vanaf het begin af aan de publiciteit op met de meest vreemde stunts. Zoals een cd-presentatie vanuit een luchtballon. En Jovink is natuurlijk de motor achter de Zwarte Cross. Het festival dat dankzij boegbeeld Tante Riki zelfs tot in Amsterdam bekendheid geniet. Maar ondanks hun spetterende shows krijgen ze weinig aandacht op de radio. Altijd wel geprobeerd, maar het is sowieso moeilijk natuurlijk met dialectmuziek. Maar we hebben het denk ik helemaal niet slecht gedaan. En ondanks dat we niet gedraaid waren op de radio, speelden we altijd wel voor tenten van 2.500 man en meer. En het lukt menig artiest niet wie wel gedraaid wordt op 3FM. En de fans blijven trouw, ook nadat Jovink en de Voederbeatles in 2007 aankondigen niet meer te gaan toeren vanwege gezondheidsklachten bij Gijs Jolink. Alleen op speciale gelegenheden treden ze nog op. En de echte fan die zorgt natuurlijk dat hij erbij is. Als ze op deze basis gewoon doorgaan met zulke mooie dingen organiseren, dat is perfect hoor. Ze hebben gewoon elk jaar doen ze nog wel regelmatig optreden, dus we vermaken ons nog wel. Gewoon, die maken gewoon feest. Iets kleins maken ze één groot feest. En dat is gewoon, denk ik wel, waar ze voor staan ook. De boottocht duurt tot vanavond 11 uur.